1922 werd de Zesdaagse van Gent voor het eerst georganiseerd. 100 jaar later vond op de iconische wielerbaan van het Kuipje de 81ste editie plaats. En het eeuwfeest van de Gentse Zesdaagse stond in het teken van het afscheid van Ilio Keijsen. Samen met Jasper de Buist vormde Ilio Keijsen een van de 12 duo's in een sterk deelnemersveld. De zevenvoudige winnaar beëindigde in zijn Kuipje een professionele wielercarrière van 20 jaar. Keijzer Keijsen wil met een sportief hoogtepunt afscheid nemen. Op de openingsavond zet Keijsen die intentie meteen kracht bij. Hij wint een Dernie-reeks. Andere spectaculaire onderdelen op een zesdaagse avond zijn de tijdritten, de baanronde en de 500 meter. Krachtpatser Tuur Dens breekt het record op de halve kilometer. Jan-Willem van Schip kromt terug en daar gaat de lancering komen. Dens op zijn eentje voor 500 meter. En die benen die gaan op en neer op de maat van de muziek. Spuizen. Aanmoedigingen van Schip nog. Hij zit er 17e onder. Dit wordt een hele scherpe tijd als hij dat volhoudt. Tuur Dens. Bijna 68 km per uur. 26,496 voor de Tuurminator. We hadden op voorhand wel gehoopt van zeker op de baanronde of op de 500 meter in de buurt te komen van de beste tijden. Maar dat dat direct op dag 1 gebeurde was een kleine verrassing. Ja. Denk je dat het nog scherper kan deze week, de baanrecord? Ik weet dat ik vorig jaar elke dag rapper en rapper gereden heb. Dus ik geloof daar wel in dat rapper kan. Ja. Er zijn wel dingen die nog beter kunnen, denk ik. Dus we gaan dat zeker proberen. Het is voor debutanten wel aanpassen aan de korte, snedige wielerbaan in Hartje Gent. De Brit Ethan Hayter sleurt Roger Kloege mee in een val. Gelukkig kunnen de twee hun weg verder zetten. Ik denk dat ik heel gelukkig was. It was quite a fast crash, but I landed on my side and my back and actually somehow was got away with it, I think. So it's lucky. Op de ploegafvalling een eerste krachtmeting tussen twee favoriete duo's. Kijk, het is net die aflossing, hè. Hoog in de baan, Juri Havik. Hij neemt het op tegen Robbe Gijs. Havik buitenom. Havik of Gijs, het wordt Havik. En daarna de eerste ploegkoers. Wow, valpartij! Ja, ik heb de oorzaak niet gezien, ik heb wel de valpartij gezien, maar... Dat was ook weer stevig. Bij een aflossing ging het fout. Kan elkaar onderuit trekken, zeker. Ja. Het duo Hester-Stuitenberg gaat onderuit en er gaan nog enkele renners hard tegen het parket. Stijn Steels is het zwaarste slachtoffer. Jasper de Buist trekt zijn conclusies. Dat het hier zeer gevaarlijk aan toe gaat momenteel. En, dat ik uit de grond van mijn hart over dat zeer rap de rust hier wederkeert. Dat iedereen een beetje zijn plaats op de piste vindt. Op voorhand was natuurlijk geweest dat er heel veel jongens waren die voor de eerste keer reden. Dat er ook heel veel jongens super gemotiveerd waren. En dat is allemaal heel leuk. Maar een piste van 166 meter en die zo smal is, die laat dat gewoon niet toe. Dus iedereen een beetje temperen. En er is 6 dagen tijd om te tonen hoe goed dat je bent. Dat moet niet eens 1,5 uur gebeuren. En daarbij hoop ik ook dat... dat we snel nieuws krijgen dat alles goed gaat met Stijn Steels. En voilà, dat is het belangrijkste. Steels wordt afgevoerd met gebroken ribben, gebroken ruggenwervels en een klaplong. Einde zesdaagse voor de renner van Quickstep Alpha Vinyl. De ploegkoers hervat. Kloege, Reinaar, Keijsen, De Buist, De Bijlder, Gijs, Van den Bossen, Havik en Hester Stuitenberg. Dat zijn de verwachte namen. Maar misschien hadden we Hayter, Wright en Van Schip Dens daar ook nog bij verwacht. Daar gaat De Buist toch nog eens met een slotoffensief. Op 5 ronden van het einde. Op de verrassing. En dan voel je meteen dat publiek. En die Havik gaat dat gaatje dichtrijden. Hij is daar naartoe en erover. Oh, oh. Yeah.
Driessen probeert nog buitenom te gaan. Het is Robbe Gijs die de slotsprint wint. De Vijlder en Gijs winnen het hoofdonderdeel. Het Nederlands-Belgische duo Yuri Havik en Fabio van den Bossen staat wel aan de leiding na een incidentrijke openingsavond. Dit is de stand na avond 1. Op dag 2 sneuvelt het 5 jaar oude baanronderecord van Moreno de Pauw. Wat kan hij nog in de baanronde? Daar gaat Lindsay de Vijlder. Jawel, hij doet het toch wel zeker. En dat is een nieuw baanrecord. Ja. 8 seconden, 406 duizendste, dat is sneller dan 8 seconden en 433 duizendste. Ja, het is echt ongelooflijk. Vooraf, de voorbije jaren kwam ik nooit echt dichtbij. En dat dat dan juist dit jaar moet lukken, ja, dat is gewoon fantastisch. Ik denk niet dat wij groot vraag dit waren. Lindsay en ik waren echt wel gewoon vast waard op de piste. Omdat Lindsay nooit echt mee heeft gereden voor de winst, dachten ze misschien dat hij niet op niveau was. Maar ik ben 100% overtuigd dat wij hier eigenlijk als topfavoriet zitten. Uitgesproken ambitie van Robbe Gijs. Op de tweede avond komen ook de G-sporters in actie. Ewout Vromant klopt de Franse wereldkampioen in de individuele achtervolging over 2,5 kilometer. Wereldkampioenen Griet Hoed en haar pilote Anneleen Monsieur zwaaien af op een hoogtepunt in hun carrière. Na een knalprestatie op de kilometer tegen de klok krijgen ze een eresaluut. En dan is er weer een flits van de man die zijn allerlaatste zesdaagse van Gent rijdt. Keijsen nu. Gaat hij het houden? Van Schip komt net tekort. Het is Elio Keijsen die deze scratch op zijn naam schrijft. Keijsen probeert zijn verzorger van vele jaren te eren. Zijn supporters denken er even anders over. Voor de tweede avond op rij gooit Tuur Dens hoge ogen op de 500 meter. 26 seconden, 496 duizendste. Dat was hun recordtijd gisteren. En ze zullen in die buurt moeten komen om de Vijlder en Gijs te onttronen. Want ook zij een hele scherpe tijd neergezet. Met die 26.611. Dens die in het interview vooraf vandaag aangaf. Ik ga elke dag sneller rijden, zoals het toch vorig jaar. Wat zegt de eerste tussentijd? 1500ste trager. Tweede tussentijd. 1200ste trager. Hij doet er wat af. Wat is de slotronde van Tuur Dens? Hij gaat er toch nog wel onder, zeker. De laatste ronde doe je het. En weer een nieuw baanrecord, Frank. Zelfs Frank Hoste wordt er stil van. Twee records op één avond. Dankzij onder meer het baanronderecord nemen de Vijlder en Gijs de leiding over. Bondscoach Kenny de Ketelen voelt dat Lindsay de Vijlder wel eens het verschil zou kunnen maken voor de eindzege. Als er iets is dat ik kan zeggen over de eerste twee dagen, is dat we nu al van een revelatie kunnen spreken. En dat is Lindsay de Vijlder. Ik wist het al lang, omdat ik heel veel samen train met hem. Maar op wedstrijden kwam het er meestal nog niet uit. Maar het laatste jaar heeft hij enorme vorderingen gemaakt. En hoe dat hij nu de eerste twee dagen rondrijdt, is echt dominant. Hè. Fantastisch, ja. Lindsay de Vijlder gaat zo meteen in de baan gegooid worden door Robbe Gijs. Daar komt de aflossing. Goeie timing. Wat een snelheid in die bocht. Waar komt de Vijlder uit? Hij doet weer sneller. 8 seconden, 332 duizendste. Opnieuw een baanrecord.
Ja, Lindsay is echt gegroeid. En voor het moment is hij, ja, zoals je ziet, ongenaakbaar. Hè. Dus als hij echt open gaat, dan denk ik dat er weinig aan te doen is voor het moment. Dus ik ben ongelooflijk gelukkig dat ik hier opnieuw de record heb mogen rijden. Dus op zich moet ik niet zoveel doen, maar het is echt een hele eer eigenlijk. Na een nieuw record op de derde avond mag de riem er even af en het shirt letterlijk even uit tijdens de scratch. Het sfeernummer bij uitstek met Jurie Havik als orkestmeester. Daarna weer ernst in de ploegkoers. Keijsen en de Buist komen erdoor. Kijk, Havik erop en erover. Erop en erover. Wat een beurt van Jurie Havik. Ja, inderdaad. Maakt hij zo het verschil ook? Maakt Van den Bossche het af. Hij heeft enkele lengte. De Buist. Pas op, de Buist schint er ook in. Na een ploegkoers is het anders sprinten. Komt de Buist er nog over? Van den Bossche, daar houden we geen rekening meer mee. Jasper de Buist doet het. Fantastische ploegkoers gereden. Ja, het is anders sprinten. Hè. Als je zo na een ploegkoers van 45 minuten nog moet sprinten of je moet sprinten in een puntenkoers, dat is totaal anders. Hè. We voelen vooral dat de rest een beetje vermoeid geraakt. En dat was eigenlijk ons grote doel. Dus ik denk dat wij min of meer hetzelfde niveau aanhouden eigenlijk, of aangehouden hebben de eerste drie dagen. En hopelijk kunnen we dat ook de volgende drie dagen doen. Keijsen en de Buist drukken dankzij hun overwinning in de ploegkoers op in de stand en dromen van een podiumplaats. Op de vierde avond komen de vrouwen in actie. Lotte Kopecky is de favoriete voor het onderdeel waarin zij Europese kampioene is, de puntenkoers. Rijnmakers mee. Dat is weer weg, ze. Dus het kan nog, hè? Het kan nog in zeven ronden. Ja, tuurlijk kan het nog. Kijk, die valt stil, hè? Ja. En Rijnmakers en Kopecky in geen tijd hebben ze Hengeveld te pakken. Volsuit probeert ook nog aan te sluiten. Lotte, moet je wel opletten als Rijnmakers een ronde pakt en Lotte niet. Dus je moet echt wel in het wiel zitten, hè? Ja, maar ze mogen nog een meter of 50 weg zijn. Ze rijdt er wel naartoe. Ja. We hebben dat gezien van Lindsay de Velde ook daarnet. Ze waren een halve baan weg en hij reed er alleen naartoe. Ja, ze gaan rond zijn, heb je gelijk. Ah, misschien niet, hè, voor die punten. Hè. Kan ook nog. Ja, een beetje inhouden. Hè. Dubbele punten voor de slotsprint. Kopecky met veel overmacht. Winst voor de Europese kampioenen. Ik ben gemotiveerd om in deze trein rond te rijden. Dus, het was zeker leuk, maar ik moet ook wel eerlijk toegeven dat ik vooraf toch een beetje schrik had. Omdat we komen net uit de rustperiode. Dus het ging sowieso heel veel pijn doen, maar het is natuurlijk wel redelijk goed meegevallen. Bij de mannen staat op de vierde avond traditioneel de ploegkoers van een uur centraal. Maar vooraf gaat de Deen Matthias Malmberg onderuit en in zijn val sleurt hij enkele anderen mee. Gelukkig zonder echt ernstige gevolgen. Maar na de crash moeten er wel herstellingen uitgevoerd worden aan het parket van de piste. Dat vraagt wat tijd. En dus kunnen Jasper de Buist en Ilio Keijsen even een praatje slaan met de grootste renner aller tijden. Eddy Merckx komt het startschot geven van de belangrijkste ploegkoers van de Zesdaagse.
de grote prijs Patrick Sercu. De duo's Gijs de Veilder en Van den Bossen-Havik bevestigen dat het tussen hen gaat om de eindzege. Robbe Gijs die al een hele tijd het tempo bepaalt in het peloton. Vijf ronden nog. Ze willen het absoluut afmaken in die slotsprint. De Veilder en Gijs. Als leiders in het klassement willen zij de meest prestigieuze ploegkoerswerk. Havik is hinder. Havik van den Bossen. Bossen in tweede positie, gevolgd door de Veilder. Filip Heijn aan de leiding, twee ronden nog. Aflossing nog bij Hoppenzak en Heijnen. Die doen ook nog mee voor de winst in deze ploegkoers. Daar komt Robbe Gijs. Laatste ronde. Het wordt Hoppenzak en Heijnen. En Gijs en de Veilder tweede. Ja, hij is de Veilder tweede. En Van den Bossen-Havik drie. Drie, ja. Zo wint het Nederlandse duo Heijnen-Hoppenzak verrassend de meest prestigieuze ploegkoers van de Zesdaagse. Na vier avonden staan de Veilder en Gijs nog altijd aan de leiding. Enkel Van den Bossen en Havik zitten in dezelfde ronde. Gijs en de Buist staan vierde, maar klinken nog ambitieus. Ik denk dat we dat met onze status van paraatheid hier niet kunnen permitteren om te gaan proberen rijden met de derde plek. Uiteindelijk het publiek, hier zit 6000 man misschien en daarvan zijn er 5885 voor Iljo. Wij moeten koersen, wij moeten het publiek geven waar ze voor komen en wij gaan proberen te rijden om te winnen. En als dat niet lukt, dan lukt dat niet. Ja, we zijn met 12 ploeg gestart en we kunnen er nu misschien nog maar 2 winnen. En wij zijn een van die 2, dus we gaan het zien. Ja, een echt luxe positie durf ik het niet te noemen. We staan 30 punten achter op de Veilder. Hij is wel echt wel snel in die baanrondes ook. Dus dat is toch wel een lastige opgave van, ja, we zullen op ze moeten rondrijden, denk ik. Op de vijfde dag, de zaterdagavond, gaat het Kuipke helemaal uit de bol. Eerst voor de afvalling bij de vrouwen. Dus zoals verwacht blijven Kopecky en Rijmakers over. Krijgen we een sprint tussen die twee om prestige en om de winst in de individuele afvalling. Ik denk dat er weinig zal te doen zijn aan Kopecky. Degene die als eerste begint, die wint. Hè. Als je ziet waar Rijmakers al op kop gereden heeft. Ja. Lotte weet dat ze de kop moet hebben. En ze zet aan de wereldkampioene in de afvalling. Met heel veel overschot. Kopecky geeft haar regenboogtrui nog wat extra glans. Ze wint 3 van de 4 onderdelen. In de ploegkoers bij de mannen krijgen we een fameuze doublette. Jolien Doren is er voor de gelegenheid ook komen bijzitten. Oh, dubbel. Havik gaat hem naartoe rijden. Ja, nu is het echt spannend. Nu gaat het spannend worden. Poging tot doubletten van Juri Havik en Fabio van den Bossen. Ja, dat oh, la. En hoe? Dat moeten we zien, jongens. Het gaat nu tussen de grote ploegen. Gijs en de Veilder. En hoe ver komt Fabio van den Bossen nu? Geweldige ontwikkeling in de slotfase van deze ploegkoers. Gijs en de Veilder in geen tijd rond, maar de dubbel. De doubletten. De Buist ook weer weg. Het venijn zit in de staart. De Veilder gaat ook een doublette doen. De Veilder over het pak. Jawel, hij gaat ervoor. Ze moeten. Oh la la la. Ja, nu moet Havik ook terug, hè? Ja, benieuwd wat hij gaat doen, Havik. Hij gaat blijven zitten. Hey, dat is wel straf wat hij al gedaan heeft. Dus Van den Bossen en Havik alleen aan de lijst op dit moment. Naar boven. Ja, we konden rondgaan op een vrij economische manier, denk ik, met overschot. En dan denk ik dat Juri echt wel het goede moment had om over het peloton te gaan. En dan hebben we daar onze kans gegrepen.
Weer de Velder is daar, hè? Alhoewel, ja. Havik is naar de leiding gegaan. Hij is weg, hè? En hoe? Ja. Juri Havik. Ja. Nu wel. Nu komt er toch wel felle reactie. Havik wint samen met Fabio van den Bossen deze ploegkoers. Een dubbelslag voor die ploeg. Winst in de ploegkoers en ze nemen de leiding over in het klassement. Ja. Bij de start van de slotdag staan Van den Bossen en Havik dus aan de leiding. Net als De Vijlder en Gijs rijden ze een hele week op een bijzonder hoog niveau rond in het Kuipje. Ze komen niet alleen uitstekend voor de dag in de ploegkoersen, maar ook in de zogenaamde nevennummers. In de laatste tijdrit over 500 meter pakken ze weer uit. Juri Havik zet de beste tijd neer en zet zo de ambitie van het duo extra kracht bij. Zij willen deze zesdaagse nog winnen, maar zullen in de afsluitende ploegkoers moeten afrekenen met het duo De Vijlder-Gijs. Voor die apotheose eerst nog de huldiging van de keizer van het Kuipje. De erehaag is gevormd voor de allergrootste zesdaagse rennen die we de laatste jaren hebben gehad. Kuipje, mag ik de keizer himself naar de streep vragen? Uw applaus voor afscheidnemend renner Iljo Keijser! In 2005 heb ik hier voor het eerst gewonnen. Dat was voor mij een magnifiek moment, een droom die in vervulling ging. Sindsdien is het eigenlijk enkel maar sneller en sneller beginnen gaan. Ik heb daar enorm van genoten van die periode. Ik kon zesdaagse domineren en winnen. En ik genoot van die vedettenstatus, maar op een bepaald moment was het ook een beetje veel. En er zijn ook jaren geweest dat ik er minder heb van genoten. Dat ik iets te veel druk op mijn schouders legde en ook iets te veel verwachtte. Ik moet zeggen, het publiek, altijd, maar deze week in het bijzonder, is altijd... Bedankt voor de steun. Proberen een mooie finale van te maken. Ik heb tegen Jasper gezegd, pompen of verzuipen. We zien wel, maar we doen ons best. Keijser en De Buist dwingen in de afsluitende ploegkoers de derde plaats af. Om de eindzege gaat het zoals verwacht tussen De Vijlder Gijs en Van den Bossen Havik. Bossen en Havik op 13 punten. Keijser De Buist vrijwel zeker, ja, zeker van plaats 3. Ze rijden naartoe en ze gaan de punten pakken op. Erop en erover ligt De Vijlder. En ze rijden er van weg. Havik probeert nog. Robbe Gijs voor het slotakkoord. Nu Van den Bossen weer. Maar het is Robbe Gijs die aan de leiding begint aan de slotronde. De Vijlder nu nog voor één toer. Ze moeten daar nog om wat renners heen. De Vijlder klopt Van den Bossen in de slotsprint. Ja, dat was echt spannend. Wat een uitputtingsslag. Wat een apotheose. Na 6 dagen en maar liefst 62 onderdelen zijn Robbe Gijs en Lindsay De Vijlder de eindwinnaars. Voor Gijs de derde zege op rij, voor De Vijlder de eerste. Van den Bossen Havik en Keijser De Buist vervolledigen het podium. Het schitterende
Het is voor mij echt mijn eerste keer dat ik hier mag staan op podium. En direct op het hoogste schavotje met drievoudig winnaar Robbe Gijs. En ik zou hem voor ganse week echt willen bedanken om mij rustig te houden. Om mij echt te gidsen door deze 6 dagen lang. Ik heb er echt van genoten en ik hoop dat we er nog meer samen kunnen winnen. 4 dagen later is het Kuipke opnieuw tot een nok gevuld voor een speciaal afscheidsevenement. Het kruim van de Belgische wielerwereld zakt af naar Gent om Ilio Keijse te bedanken. Wereldkampioen Remco Evenepoel tekent present. Hij is een voormalige ploegmaat van Keijse, net als Philippe Gilbert en Tom Boonen. Ilio is ook niet bij ons gekomen als wegkapitein. Hè. Ilio is iemand die is bij ons gekomen met een palmareske, zal ik zeggen. Het was niet iemand wat je direct van verwacht had, dat hij een ploeg bij elkaar ging houden. Maar die heeft de rol zelf gemaakt, zelf verdiend, zelf gefabriceerd. En dat was gewoon de natuurlijke gang van zaken, dat hij op een bepaald moment echt de man was dat er naar geluisterd werd in de ploeg. En was mijn generaal wat ik ook altijd naar luisterde. Jules en René, de zonen van Ilio, mogen mee de allerlaatste ereronde rijden. Toch fantastisch als je dat als kind kan meemaken. Ja, zeker. Als vader ook. Maar als kind, dat moet een onwaarschijnlijke indruk. Ik denk dat die kleine mannen dat nog niet beseffen wat er nu overkomt. Maar als ze binnen 15 jaar dat gaan terugzien, dan gaan ze echt kippen van krijgen. Merci, Ilio. Even, ik ga het zo rap mogelijk doen, dan ben ik er ook vanaf. Dat is niet mijn sterkste punt. Zo lang duren. Dit moest de mooiste avond van mijn carrière worden. Ik heb heel veel in dienst gereden van, voor andere mannen, mij opgeofferd. Vandaar heb ik echt het gevoel gehad dat ik daar iets voor teruggekregen heb. Vooral heel veel erkenning van die renners, maar ook van het publiek. En dat doet mij ongelooflijk veel plezier. Dank u daarvoor. Remco Evenepoel kroont om af te sluiten de keizer van het Kuipke. Zo komt er een einde aan een wielercarrière van 20 jaar voor Ilio Keijse. Volgend jaar zien we hem ongetwijfeld terug tijdens de Zesdaagse van Gent, maar niet meer als renner.